Op onze klok is het 13:30. Dus Oscar, ik stel voor dat we gaan beginnen. Beste mensen, welkom allemaal op dit eerste webinar van PIW. Het programma in zaken de instandhoudingsopgave van waterkering. Een programma wat STOA in samenwerking met Rijkswaterstaat verzorgt. Dit webinar gaat over het onderwerp dijkveroudering. Een mooie term die tot de verbeelding spreekt. Maar ook een logische term, want we praten immers over de levenscyclus van onze opgave. Het is zelfs zo dat in het kader van BOI op dit moment gewerkt wordt met een product wat heet het verhaal van de kering. Eigenlijk zijn we met z'n allen bezig om die kering op een of andere manier enigszins te personificeren, nietwaar Oscar? En daar hoort dan dus ook bij dat we nadenken over het, verouderingsproces. Het doel van dit webinar is om jullie die bezig zijn met risicogestuurd beheer en onderhoud, in ieder geval met beheer en onderhoud, en die ongetwijfeld ook wel eens nadenken over die verouderingsprocessen, om dat gedachteproces van jullie extra voeding te geven. En wellicht ook om de vraag met elkaar te behandelen zonder hem definitief te beantwoorden. Goh, wat is er eigenlijk nodig om dat verouderingsproces goed te kunnen volgen, te kunnen monitoren? Wat is daarvoor nodig en ja, is dat eigenlijk ook de moeite waard? Levert het ook voldoende op? Nou, naast me staat Oscar van Dam. Oscar, jij hebt vanmiddag een behoorlijk stevige inbreng. Je komt in twee filmpjes, weet ik. Je gaat in de discussie ook een flinke bijdrage leveren. Een drukke middag voor jou. Zeker. Maar er is nog een andere reden dat ik het erg leuk vind om naast jou te staan vanmiddag. Ja. Misschien wil je dat zelf vertellen, want er is nog wat nieuws. Ja, nou, het nieuws is dat ik in februari heb mogen nadenken over een nieuwe stap in mijn carrière. En ik word de nieuwe programmamanager waterveiligheid bij STOA. Dus Gerverdi, wij worden collega's. Ja, geweldig. Ja. Hartstikke fijn. Ik hoop dat het thuis hoorbaar is, maar er wordt hier heel erg geapplaudisseerd. Nou, daar is STOA ook hartstikke blij mee. Overigens ook blij met de andere collega die we aangetrokken hebben, Tessa van der Wijngaard. Die komt voor het onderwerp waterkwaliteit. Ja. Oké, ik heb het net al eventjes bij de inloop gezegd, maar ik herhaal het nu nog eventjes. We hebben hier in de studio, een zaal omgebouwd tot een heuse tv-studio, hebben we ook twee chatmasters zitten die al jullie vragen en reacties in de gaten zullen houden. Dus op het moment dat je vragen of opmerkingen hebt, inbreng hebt, kun je dat sowieso bij de chat doen. We zullen straks ook Mentimeter vragen gaan stellen. Dan is het misschien handig als je daar even je voornaam of zo bij zet, zodat we er, als we daar nog weer even op door willen gaan, omdat het zo'n interessante opmerking is, dan kunnen we gelijk eventjes wat rechtstreeks er een vraag daarover stellen. Dus dat is ook een verzoek. Dit webinar, dat hebben we met een partner opgezet. En om dat te kunnen toelichten wil ik Frank den Heijer vragen om even naar voren te komen. Fijn Frank. Ga even in beeld staan. Ik kijk even naar de regie. Zitten we goed in beeld? Helemaal goed, hoor ik. Ja, Frank, welkom. Hè? Fijn dat je er bent. Dankjewel. Want dit webinar in PW-serie, dat hebben we opgezet samen met de HAN. En daar ben jij van. Hè? Dus de HAN, vertel. Ja. Ja, ik werk bij de HAN, HAN University of Applied Sciences, de hogeschool. Dan kun je ook zeggen, een aantal mensen zagen we al, hè, die in de hogeschoolverband aan het werken zijn. We hebben een lectoraat bij de HAN, het lectoraat Sustainable River Management. Daarbinnen hebben we een aantal onderzoekslijnen en de een gaat over de rivier zelf en de ander gaat over de waterkeringen, zeg maar de randjes van de rivier. En nou, daar ben ik van, hè, asset management van waterkeringen. En dijkveroudering, het langzamerhand degraderen op verschillende processen, hè, die de kwaliteit van de dijk doen achteruit gaan, is een van de belangrijke elementen van asset management van waterkering, om die in de gaten te houden. Dus vandaar dat wij in contact kwamen met jullie, met STOA, om gezamenlijk zeg maar, een webinar op te zetten. Ja, want ik neem de microfoon weer even terug. Jullie hebben leiding gegeven aan het onderzoek, waar we natuurlijk vanmiddag veel meer over gaan vertellen. Overigens een onderzoek waarbij ook andere partijen
hebben bijgedragen. Ik noem Van Hal Larestein, ik noem het bureau Cleverland. Diverse waterkeringbeheerders hebben hun gegevens ter beschikking gesteld, maar met name Delfland en Rivierenland hebben heel actief bijgedragen. En ja, ook voor STOA was er een kleine rol in het onderzoek weggelegd. Frank, jij gaat vanmiddag een belangrijke rol vervullen, maar dat is vooral in de tweede helft van deze sessie. Dus ik nodig je nou uit om weer rustig te gaan zitten. We zien je straks terug. Dan is er nog iemand die ik even aan jullie wil voorstellen. Overigens een hele goede bekende van ons allemaal. Jaap Brokveld, Jaap van Rivierenland. Ja, dat klopt. Specialist waterkeringen bij Waterschap Rivierenland. Voor wie mij nog niet kent, dat zullen er ongetwijfeld ook zijn. En inderdaad bij dit project betrokken door het aanleveren van data die wij bij inspectie hebben ingewonnen. Meegedacht als beheerder over hoe kun je dat nou analyseren, waar blijft de praktijk aangehaakt. En flankerend, Wout-Jan de Klerk, die komt straks ook in beeld, heeft bij ons ook een inspectieonderzoek uitgevoerd. Dus ook daar hebben we aan bijgedragen. Ja, dankjewel. Jullie blijven hier als twee beheerders even bij me staan. Ik check nog een keer bij de regie. Zijn we met z'n drieën goed in beeld? Ja, hè? Mooi. Want dan wil ik even het programma met jullie doornemen. Daar krijgen we nu een plaatje van, verwacht ik. Kijk even. Nou, in ieder geval kan ik het alvast vertellen. Want het is zo dat we eigenlijk een licht programma tot aan de pauze hebben. Die is wat vroeg, maar dat heeft zo zijn redenen. Daarna hebben we een tweede deel. Dat is echt eventjes stoelriemen goed strak trekken. En dan gaan we echt meters maken. We gaan beginnen met jullie eerst zelf aan het woord te laten. Want we willen graag eens even ophalen, als wij die term dijkveroudering noemen, welke beelden komen er dan bij jullie naar boven? Wat zijn dan de zaken, de associaties die jullie daarmee leggen? En aan de hand van die reacties krijgen we een beetje inzicht in hoe daar tegen het onderwerp aangekeken wordt. Dan gaan we voor de pauze twee filmpjes laten zien. Allebei over het Hazenpad in Delfland. Oscar die zal die kort toelichten. Dan hebben we de pauze. Na de pauze hebben we nog een filmpje. En daarna hebben we een aantal presentaties die wat meer zeg maar, de onderzoekskant, het wetenschappelijke kant van de zaak belichten. En dan eindigen we met een dialoog, met een gesprek tussen de beheerders, deze twee heren, en de twee uitvoerders van het onderzoek. Maar dat is dus allemaal voor na de pauze. We gaan nu via de Mentimeter jullie een vraag stellen. Kan die getoond worden? Wat versta je onder dijkveroudering? Nou, dan wachten we eventjes af tot we de eerste reacties gaan zien. Het is natuurlijk al, denk ik, bijna anderhalf jaar bezig met deze term en met het onderzoek. Want je begint met het maken van een onderzoeksvoorstel. Dat is in het najaar van 2020 geweest, denk ik, ja, dat we met elkaar een gesprek hebben gehad en het onderzoeksvoorstel hebben ingediend. Dat werd goedgekeurd. Nou, vervolgens is het onderzoek gaan lopen met allemaal studenten. Dus de term dijkveroudering en wat dat dan betekent en hoe je dat moet interpreteren, ja, dat voelt voor mij al erg vertrouwd. Maar ik ben heel erg benieuwd wat voor reacties er in de Mentimeter komen. Ja. Nog eens de teruggang in kwaliteit door gebruik. Weer, et cetera. Oké. Okay. Oscar? Daar is zeker een kern van waarheid in. De teruggang in kwaliteit is denk ik wel een van de kenmerken in ieder geval van dijkveroudering. En, ja, en waardoor dat dan gebeurt, dat is een van de dingen die we hebben proberen te onderzoeken. Ja. En zeker het weer is natuurlijk, kan je me wel voorstellen dat dat een invloed kan hebben. Ja. Ja, er is een griezelig aantal factoren waardoor een dijk belast en bedreigd wordt. En die kunnen heel veel opleveren. Kijk, we zien wat. Ja, we zien gelukkig de reacties. Hier zie ik er een, bijvoorbeeld vette grond, fungerend als afdeklaag, die degradeert tot bodem en dan met scheurvorming gepaard gaat. Ja, en dan is die grasbekleding dus opeens van belang, die in de tijd dat de kleikwaliteit afneemt, als sterkte toeneemt. Mm-hmm. Het veranderen van het waterkerend vermogen in de tijd, dat is natuurlijk eentje die helemaal teruggaat naar ja, waar is nou de dijk eigenlijk voor bedoeld, waarvoor hebben we hem aangelegd. Dat is natuurlijk de hamvraag eigenlijk erachter van wat is nou het effect van die dijkveroudering op de functie van dat lichaam, dat dijklichaam wat daar ligt. Suggestie. Ik zie er hier nog een staan, veroudering van met name asfaltdijkbekleding als gevolg van erosie, stripping en verharding van het bitumen. Gevolg is dat de bekleding na verloop van tijd mogelijk
natuurlijk minder, he, niet meer voldoet. Ja, dat bekledingen onderwerp en zeker ook die asfaltbekleding en de open steenasfalt, dat is wel een onderwerp wat best wel het een en het ander aan aandacht verdient. We hebben daar overigens ook een keer een webinar over georganiseerd, een tijd terug. Maar het hele bekledingenvraagstuk speelt een belangrijke rol. Jaap, ik zie dat jij wat wil zeggen. Ja, klopt. Nou, daar sluit ik graag bij aan. Ik zie het woord functioneren en functie verschillende keren voorbij komen. Dat is ook wat we in de cursus inspectie waterkeringen geven. Je hebt constructie en functie. En ik denk dat die twee termen zou ik noemen bij dijkveroudering, dat daar de kwaliteit op inlevert, zeg maar. Ja, ja, en ik zie nog een mooie, hij draait net weg. Het voorspelbaar kunnen zijn, dat is denk ik wel een mooi bruggetje naar het eerste filmpje wat we zo meteen gaan instarten. Want daar ga ik hetzelfde over hebben, van ja, en waarom willen we nou eigenlijk meer en beter inzicht hebben in dijkveroudering? En ik denk dat dat met die voorspelbaarheid zijn, hè, dus kunnen begrijpen wat er in je dijk gebeurt en daarop proactief te kunnen acteren, dat wel een van de belangrijke redenen is waarom we eigenlijk dit onderzoek aan het doen zijn. Oké, voorspelbaarheid, die houden we vast. Ja. Maar ik zag er net ook nog een, die is nu overigens net ook eventjes uit beeld gescrollt, maar dat ging over de holen, dat gaat over graafschade. Nou, dat is een ander onderwerp wat ons op dit moment ontzettend bezighoudt, nietwaar? Dierlijke graverij is in het rivierengebied, dankzij de introductie van bevers, wel een topic geworden. Ja. Dat klopt, ja. Maar vind je dat nou ook onder veroudering valt? Nou, misschien moeten we straks die vraag aan Wouter Jan stellen. Dat is zijn onderzoek ook geweest. Dat er verschillende incidenten kunnen zijn waardoor je opeens een schok kunt hebben waarin je kwaliteit achteruit gaat. Ja. Maar graag laat ik dat aan Wouter Jan over. Goed zo. Dan is het misschien wel, je zei het al, voorspelbaarheid is een thema wat in het eerste filmpje aan de orde komt. Het is misschien een goed idee om naar het eerste filmpje van het Hazenpad in Delfland te gaan kijken. Wil je daar nog iets over zeggen vooraf, Oscar? Nou ja, zeker. Het Hazenpad in Delfland is een regionale kering die onder andere door meldingen van de omgeving, maar uiteindelijk ook inspecteurs, dat we allerlei verzakkingen en lekkages hebben aangetroffen. Dus er zijn in eerste instantie dus waarnemingen, inspecties, zo je wilt, gedaan. En vervolgens heeft dat geleid tot een kaderverbetering. En er zijn twee filmpjes met interviews van de inspecteur en eentje van de omgevingsmanager, waar we eigenlijk beide onderwerpen gaan belichten en daar de relatie leggen met van nou, wat is nou dijkveroudering en waarom willen we dat eigenlijk weten, waarom willen we daar inzicht in hebben. Dat zijn eigenlijk de twee onderwerpen die in de beide filmpjes aan bod komen. Ja, maar we kijken eerst één filmpje, ja. Dan stellen we weer via de Mentimeter nog een vraag en daarna gaan we naar dat tweede filmpje met de omgevingsmanager Precies. kijken. Hè? Dus we beginnen met de inspecties met mijn collega Auke Visser.